ga je rondleiding geven in Blue. Dan kun je al zien wat u zal krijgen van zodra u hier bij ons bent. We gaan ons omdraaien en we gaan binnen in Blue. Dus we gaan binnen. Blue, zoals het hier staat. Voilà. Als eerste item dat we tegenkomen is de Finse sauna. Dus een ruime Finse sauna voor meerdere personen. Met een stevige 8 kW kachel. De controle staat hier buiten. Dus gewoon opzetten. En dan kan je dus de temperatuur regelen zoals je wil. Sommige mensen hebben de temperatuur graag niet te hoog, dus op 80. Dat staat standaard op 80. Maar als u, zoals ik, iemand bent die toch geregeld in de sauna gaat en het liever ook wat hoger, kan u hem dus instellen op 95. Wel zullen we vragen voor het milieu eigenlijk, als u de sauna niet meer gebruikt, van hem terug af te zetten. Als we nu binnen de sauna gaan kijken, dan zien we dus een saunakachel, een 8 kW saunakachel. Wanneer moet je nu water op de sauna doen? De Finse sauna is een droge sauna. Dus de temperatuur ligt hoog, maar de vochtigheidsgraad in de sauna is laag, onder de 20%. Naar het einde toe van je sessie, dus je gaat er eerst in, je gaat liggen op een handdoek, hè. Je gaat liggen op je handdoek hier op de bank. Naar het einde toe, je gaat, nagelang je getraind bent in sauna gebruik, mensen die pas met beginnen gaan, misschien maar 5 minuten dat ze het kunnen volhouden. Anderen kunnen het 10 tot 15 minuten volhouden. Luister altijd naar je lichaam. Je lichaam zegt wat je aan kan. Naar het einde van de sessie, dus laten we zeggen de laatste minuut, de laatste 2 minuten, ga je recht zitten. En op dat moment kan je water op, een beetje water op de kachel doen. Zodat dus de vochtigheidsgraad stijgt in de sauna. Belangrijk, ook voordat je de sauna ingaat, is dat je dus droog de sauna ingaat. Waarom? Het is je lichaam dat moet werken. Je lichaam moet als afkoeling zorgen voor zweet. Het zweet zorgt ervoor dat je dus dat de kerntemperatuur van je lichaam op peil blijft. Dus altijd droog in een Finse sauna. Je gaat uit de sauna, wat doe je dan? Je doucht. Ook weer luister naar je lichaam. Het beste is van een koude douche te nemen. Als je in de douche gaat, bijvoorbeeld eerst de benen, het beginnen met de benen en dan daarna je lichaam verder afkoelen. Ga uiteraard niet, om geen redenen, rechtstreeks van de sauna in het zwembad. Dat is niet de bedoeling. Zorg ervoor dat je dus voldoende afkoelt. Daarna rustig even gaan liggen of in het zwembad gaan, maar steeds rustig blijven. Je moet een rustperiode tussen twee saunabeurten inbouwen van ongeveer een tiental minuten, vijftiental minuten. Mag zelfs iets meer zijn. Dus in Blue heb je één douche, toilet uiteraard. En ja, hier natuurlijk het grote binnenzwembad. De buitenraam staat open en het is koud buiten, dus je kan zien dat het warm is, want de waterdamp komt van het water af. De temperatuur van het zwembad houden wij ongeveer 30 graden. Niet hoger, omdat het daarna niet meer aangenaam is voor te zwemmen. 30 graden is eigenlijk misschien al een beetje hoog voor te zwemmen, maar het is een beetje een compromis tussen hetgeen dat mensen willen dat ze rustig in het zwembad willen zijn en diegenen die wat baantjes willen trekken. Als we nu verder naar Blue gaan kijken, dus het zwembad is 5 op 10 meter. Diepte is hier 2 meter, ondiep is ongeveer 1 meter, goede meter, 1,20 meter. Plaats voor het rusten. Ook, als het goed weer is, een buitentras voor u. Kan je ook gebruiken als het wat frisser is om af te koelen. Dus even hier rondstappen met een badjas aan, even lucht nemen. En dus na de saunabeurt en dan terug naar binnen en dan kan je een zwemmetje doen of een beetje in de jacuzzi gaan, wat dan ook. Let erop, wellness is belangrijk. Je moet voldoende opwarmen, dat is goed, maar je moet ook voldoende afkoelen.
Let erop dat je, dat je zorgt dat je kerntemperatuur van je lichaam terug daalt. In de sauna gaan is eigenlijk een kunstmatige koorts opwekken, die goed voor u is. Maar let erop, steeds terug afkoelen, steeds terug die temperatuur op het normale niveau brengen. We gaan terug verder kijken. In broek, als u een massage bijneemt, hier is de massageruimte. Die is nu gesloten. Maar als u dus graag een massage zou hebben, dan wordt dat hier gegeven. Dus u moet niet buiten de unit gaan voor naar de massageruimte te gaan. Blue heeft de eigen massageruimte. Als we naar hier gaan kijken, staat in Blue een HealthMate infrarood sauna. We zetten hem even aan. Gewoon even indrukken. Hij staat op maximum temperatuur van 75 graden voor 15 minuten. De lichten gaan aan. De warmte is niet belangrijk in een infrarood sauna. Wat is belangrijk is dat u de warmte, de straling van de lampen in uw lichaam, in uw spieren drinkt. Dat is heel heilzaam, heel goed voor de bepaalde pijnen, spierpijnen, en rugpijn bijvoorbeeld, om dat te verminderen. In Blue hebt u buiten de douche die daar is, hebt u ook hier een dubbele douche. Jacuzzi. Dit is een massage jacuzzi. Dus je ziet al de verschillende uitlaten die dus kunnen verdienen dat uw lichaam goed gemasseerd wordt. Hier hebt u een lichtplaats. Daar heb je een plaats eigenlijk waar u de nek kan masseren. We gaan even laten zien wat het doet. Als ik op de lichtplaats deze knop induw, dan ziet u dat dus de tweede pomp aanslaat en dus een krachtige straal eigenlijk over het volledige lichaam en de verschillende plaatsen van het lichaam wordt veroorzaakt. Wat er dus voor zorgt dat dus op de verschillende plaatsen uw spieren, uw lichaam wordt gemasseerd. Nu gaan we even kijken naar wat het geeft voor de massage van de nekspieren. Dus we drukken de linkse knop in en dan zien u dat daar eigenlijk de verschillende stralen op de nek, in de nek, een massage geven. Wat u nog kan doen is, dat maakt het wel leuk, ik hoop dat u mij nog kunt verstaan. Dit dus elk maand wat je opzet. Voilà, dat voor de jacuzzi. Ook weer hier, belangrijk, als u in de jacuzzi zit, u warmt op. Als u dan vanuit de jacuzzi rechtstreeks in het zwembad gaat, zal u merken dat u, ondanks het feit dat het zwembad 30 graden is, u zal vinden dat het water koud is en u een schrikreactie krijgt. Dus uit de jacuzzi, even afkoelen, even douchen of even buiten gaan of even rustig zitten en dan maar pas in het zwembad gaan, dat geeft het meest aangename gevoel. De hammam, die staat uiteraard op dit ogenblik niet op, want anders zou het te veel een mist krijgen. Nu, de hammam is een veel lagere temperatuur dan de Finse sauna. 50 graden ongeveer. Maar natuurlijk een luchtvochtigheid die de 100% bereikt. 100%, wat geeft dus dat dus het aanvoelt alsof het lichaam, dus de temperatuur, veel hoger is. Wat is nu de juiste volgorde, of de beste volgorde, al is het geen wet van meden en persen, wat is de goede volgorde tussen Finse sauna, hammam en infrarood sauna? De regel is, u begint met het meest vochtige en u eindigt met het meest droge. Wat betekent dat in de praktijk? U start met een cyclus in de hammam, 2-3 keer. Niet vergeten telkens maal tussen de verschillende beurten af te koelen. Daarna is het de beurt aan de Finse sauna. Ik had u daar genieten, ook met een sauna cyclus nemen van 2 of 3 beurten. En als laatste eindigt u met een infrarood sessie. Uitzondering met de infrarood sessie is, wanneer u een massage krijgt, is het altijd aangewezen voor de massage een infrarood sessie te nemen. Waarom? Omdat op dat moment uw spieren zijn opgewarmd en het een beter effect geeft bij de massage. Dus de spieren zijn volledig al klaar voor gemasseerd te worden.
Ik hoop dat dit een volgende uitleg is, toch een idee geeft wat u kan verwachten als u de privé-sauna Bloem bij ons boekt. Mochten er nog vragen zijn, uiteraard, u kan nog steeds even bellen op nummer 0468-499-24 of even mailen, info@aqua.be. U kan ook even kijken op onze website, www.aqua.be. Uiteraard, als wij de rondleiding geven, waar wij veel aandacht aan besteden, mag u steeds vragen stellen en vragen aan ons, aan degene die u rondleidt, wat in uw geval het beste is. Ook belangrijk is, als u een medische conditie hebt, als u hartproblemen hebt of andere problemen, of hebt u twijfel, en vraag altijd dan even raad aan uw huisdokter voor u een uitgebreide sauna-sessie gaat doen. Het is zo, voor ons is het belangrijk, voor u is het belangrijk. Een wellness is niet alleen belangrijk op het moment zelf, het is niet alleen goed voor uw lichaam op het moment zelf. Een wellness, zoals een massage, blijft ook nawerken nadat u bij ons bent geweest. Dus het is niet alleen het moment dat u bij ons bent, dat u zal van genieten, maar uw lichaam en uw geest gaat er ook van nagenieten. Hopelijk tot binnenkort en ja, mocht er ooit zijn, dan kun je altijd ons even iets laten weten. Tot ziens, dag!